Welkom bij de Pure Kennisquiz. We gaan met twee teams tegen elkaar strijden en we geven de eer aan hun om te beginnen. Hoeveel windmolens heb je nodig om jaarlijks te voldoen aan de volledige elektriciteitsconsumptie van Nederland? 75.000. Meer, wij zeggen meer. Ja! 7500, we zaten er dik bij. Hè? Wanneer je een gloeilamp vervangt voor een LED of spaarlamp, hoeveel euro bespaar je dan per jaar per lamp? 38 euro. Hoger. Hey. 7 euro per jaar. Hij zei 8. Ja, per lamp. Hoeveel doelpunten maakte FC Twente in het kampioensjaar 2009-2010? 77. Meer. Hoeveel supporters gaan er in de Grolsvesten? 34.000. Iets lager. Yes. Hoeveel euro bespaar je wanneer je radio, tv en ontvang helemaal uitzet naar gebruik? 4 euro. Meer. Ja, dat is wel goed. Lekker. Wel, daar is weer eens op de dag vandaag. Hoeveel dagen is Puur Energie op de dag van vandaag hoofdsponsor van FC Twente? 511. Iets lager. Oh, ik wou het nog zeggen. Hoe snel draaien de wieken van een windmolen op topsnelheid? Ga 60 km per uur. Lager. Okay. Ik dacht, als je hier aan hebt, dan kun je bij me. Hoeveel doelpunten heeft all-time topscorer Blaise Nkoufo gemaakt voor FC Twente? 112. Ja. Iets meer. Yes. Yes. We komen nu bij de laatste vraag. En wij mogen de laatste vraag kiezen. En we kiezen een Twente-vraag. In welk jaartal maakte Sander Boske zijn eredivisiedebuut in het shirt van FC Twente? Ik moet het zeggen. Antwoord. Kom op, hey. 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 Antwoord. Nee. Antwoord. Ja. Het duurt wel erg lang. 5? 4? 3? 1990. Nee. Hoger. Oh man. Jongens, gefeliciteerd met de overwinning. We hebben nog een klein gaatje voor jullie meegenomen. Ga maar naar voor de deal. Hartstikke bedankt. Bedankt voor de deal. Goedemorgen.